Ja, we gaan beginnen aan de finale tafel van de 3500 euro high roller. Pocket vrouwen tegen Aaskoning Soedet, ja. Hakim Soufri. Een echte cooler met deze stacksizes, absoluut. En het is ook een klassieke flip. Aas op de flop voor Soufri. Oh, Chen, zal hij het dan niet halen? Koning op de turn, hij heeft een vrouw nodig. Nee, 5% kans maar. 10 op de river. Oh, zure bushout voor Zongchen. Hij eindigt op de 9e plek. Hij eindigt op de 9e plek en we zitten nu officieel op de bubbel. Tientje voor de bubbel, zegt Kees. Ja, lijkt me een goed plan. Wauw, het is een hele friendly game. Ja, het is toch echt gebeurd. Ik was net aan het zeggen, nee, dat gebeurt niet bij dit soort toernooien. Ja, toch wel. 500 euro de neus. Leg eens uit voor de bubbel. En dat is netjes dat ze dat doen. Want als ik daar zit met een grote stack, dan wil ik dat absoluut niet doen. Want dan wil ik de druk kunnen zetten. Nu wil iedereen 10k hebben, want het is 10k of niks. Terwijl, dat is nu veranderd. Iedereen heeft, hoeveel is dat dan? 7 keer 500, 3,5, dat is je buy-in terug. Iedereen heeft zijn buy-in terug. 3500 euro. En een goede flop voor Soufri. Weinig hulp voor Revos, alleen backdoors. Dat is er geen. Nee, hij had alleen een backdoor straight, had hij. Nee, het is een achtje en we nemen afscheid van Roel Revels die met een opgeheven hoofd het veld mag verlaten. Hij heeft in ieder geval de garantie van die 3.500 euro. Scheelt toch? Ja. Hij doet echt zijn best. Hij wil heel graag. En hij gaat er ook nu voor. Hij callt al in. Het is Scholten die de small blind jamt. En die staat vaak achter. En Alberto keek heel gelukkig toen hij zijn hand... Ik denk Alberto aas vrouw schoppen. Scholt het een mooi krakertje, 8-9 harten. Een serieus krakertje, die is hartstikke live. 9 hoge flop van Scholten. 1 schoppen. Er zijn nog wel een hoop zwarte kaarten te bedenken. Oh, een aas. Dat is natuurlijk een goede kaart voor Alberto. En een 9! Oh, toch eraf. Oh, wauw. De Brits erin uit. Een easy call, maar... Dat is leuk toch? Kijk, ik ben toevallig nu aan de verliezende hand. Maar het is wel wat het spel zo leuk maakt. Ik bedoel, 9 aas en dan nog die river, die 9. Natuurlijk, die doet een beetje pijn. Alleen, dat hoort erbij. En voor hetzelfde geld zit je aan de andere kant. En ja, je zit nu nog maar 6-handed. Ja, dan moet je dat soort flipjes winnen. Het is even jammer, maar dat is het dan. Aas hoog. Alleen backdoor straight kansen. Het kan ook. Tenen set aas. Ja, het kan ook. Maar Freke zal weer gaan zitten. Ik zal wel. Oh. Viros. 10. Oh. Open het straight draw van Viros. Het is nooit. Het zal toch niet. Open het straight draw. Oh, koning. Koning. We nemen afscheid van Viros Mangro. Hij eindigt op de 7e plaats. En hier doet hij niks fout, toch, jongens? Nee. Het is wel de kleine driebed van Freek. Het stinkt enorm, een beetje, maar... enorm sterk. Maar ja, we hebben 18 blinden en pocket 9. All in en een call. Het is Alberto. Ja, die moest natuurlijk iets doen. En oeh, hij valt weer aan zijn vrouw. Hij moest iets doen. hij staat tegen 5. Nou, aas vrouw tegen 5. Alberto heeft toch wel een mazzeltje verdiend, vind ik. Ja. Ruiten, speelt dat de rol? Ja, heeft ook een ruiten. Oh, helaas. Helaas. Ja, dat is erg jammer. Ja, toch maar naar die oude knakker Dal Brunsen luisteren. Aas vrouw gewoon nooit spelen. Dat zie je vandaag weer. Ja, weet je, het gaat erin en dat hoort erbij. Toch mooie 6e plek. En twee geweldige... Het waren twee fantastische dagen. Ja. Het was Kees die de button jamt en Freek met pocket koningen, ja, die maakt de call. Hij heeft een aasje, dat is het goede nieuws. Toch nog 29% kans. Kees op zoek naar een aas. Vaak wel winnen dit. Boet Indri, dat helpt hem niet echt. Een aas. Nou, doe maar koning. Dan hebben we een koning nodig. Last card. Oeh, we nemen afscheid van Kees van Brugge. Nee, ja. Het is wat het is. Dan neem maar toch.
Ja, ik zou toch zeggen gefeliciteerd. Je staat met een 10k plakje en kijk, hier die zie je nooit mensen. Moet je kijken, dat is toch mooi. All in the call, the final table of the high roller event. Setje tweeën tegen een street. Een setje tweeën tegen een street. Wat een coole, joh. Een street voor de Finn. Zijn ruiten zijn ook live. Ja, ook nog een ruiten, ja. Ruiten of een paddleboard? Een mega slot out. Oh, een ruiten. Dat is een flush. Dat is een flush. Een flush met een twee. Wat een hand, joh. Wat een zure bust we toch wel voor Miglianen daar met de street. We doen het goed. De vijf doen het tot nu toe best goed. Maar we willen het niet jinxen voor Freek. Maar ja, we kunnen het geloven ook. Dus dat is een win-win. Ja, oké, okay, de vijf doen het best goed. Ja hoor. 10-10 dan maar, of zo. Aas-aas. 9-9. Kunnen we er nog een shot van bouwen? There is no help. We lose Govert Metaal op de derde plek. Een round of applause voor Mr. Govert Metaal. En hij krijgt terecht best wel een serieus applaus. De manier spelen... Freek, hij lacht een beetje, ja. Was dat een nerveus lachje of een ontspannen lachje? Ik weet niet. Ik weet niet zo goed wat... Ik zou niks proberen prijs te geven nu. Nee. En als die ik heb gewoon het gevoel dat hij gaat folden, moet ik zeggen. Oké. Okay. Gewoon... Dan was je gevoel. All in the call. Het is voorbij. Showdown. Hij is dood. All in on the river on the full board reading King High. Freek, waar kalt hij mee? Vrouw 10. Goeie blokker ook. Ja. Freek showed 10 high. Wauw. With this call, Mr. Hakim Soufri is the winner of the high roller event. Wow. Dan was er toch niks over gelogen. De grote bluff was het. Ja, inderdaad. Alleen, hij werd doorzien. Okay, wat een kick moet het geven om hier te winnen, want het was een zware line-up. Ja, het was heel zwaar. We deden alleen maar toppetjes mee. En zeker als je met 25k aan dag 2 begint. Wat ik zeg, het ging steady. Ging het op een gegeven moment, na mijn dubbel, ging het omhoog. En ik dwong respect af aan tafel en aan de finale tafel, idem dito. En de rest is geschiedenis.